Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Pirates Fighters Unite. Ik maak deze video precies na de video top 5 slechtste wapens in Pirates Fighters Unite. Deze video ga ik waarschijnlijk op dezelfde dag doen. En op dezelfde dag uploaden. Dus vandaag. Maar ja, ik had dus de video gemaakt en toen dacht ik, hey, waarom doe ik niet gewoon top 5 beste wapens in Pirates Fighters Unite? Want ja, als slechte wapens zijn, moeten er ook goede wapens zijn. Dus daar gaan we ook gewoon even naar kijken. En ja, gaan we naar Colosseum. Dat is gewoon de beste man om meteen ook in gevecht te komen. En in de nummer 1 van beste wapens is... dit wapen, ja. Niet deze, want deze... dat was... ja, dat was de nummer 3 slechtste. Ja, dit is natuurlijk niet de nummer 1 beste natuurlijk, nee. Naar de nummer 5 beste. Nou ja, dit wapen, dit lang schieding. Wat fijner ook is aan deze, je kunt niet meer aimen en ja, het is gewoon damage. En daarna kun je dus een beetje afmaken met je kleine zwaard. Nou ja, ja, gewoon BAM! En het ook, hoe dichterbij ze zijn, hoe sterker het wordt. BAM! Zie je, dat is gewoon heel handig om te hebben. En nou ja. Daarom ben ik echt best wel blij dat dit wapen ook gewoon in de game zit. En ja, het is gewoon een leuk idee. En ja, daarom dus. Ja, vandaar. En daarom komen we daarna ook weer naar de top 4e beste wapen. Van Pirates Vikings Knights. Is niet een Viking, maar een Knight. En de Heavy Knight. Dit ding. Dit gigantische zwaard is gewoon heel sterk en het is gewoon één keer slaan, kill. En je hebt ook een zachtere aanval hiervan. En het is gewoon echt, het is gewoon goed. Het is gewoon, ja, het is gewoon goed. Dat is gewoon alles wat ik er eigenlijk over kan zeggen. Het is gewoon een beetje overpowered eigenlijk. Ja, dat is dus... Maar ik wil ook even snel met deze... Oké, snel eventjes iets zeggen. X-Viking, die heeft dus... Dit grote bel... Het is gewoon net als de heavy zwaard... Of hoe je dat ook ding ook noemt. Het grote zwaard. Het is gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde. Even sterk. Want het is ook gewoon bij elk poppetje... Gewoon een one-hit kill. Ja, daarom. Het is gewoon goed en sterk. En bij die twee heb je ook een iets snellere, maar iets minder sterke aanval. Het is een beetje irritant dat ik dat nu moet laten zien met zo iemand die op je schiet. Laten we dat even opnieuw proberen. Dus dit is niet, dit is nog steeds de top 4. Het is gewoon, ja, een beetje deze twee. Oh, wat doe ik nou weer? Quick Add Bot. Nou. Come at me, man. Ja, dat kan ik niet laten zien, omdat de Heavy Knight het meest grote held heeft van al deze dingen. Ik weet niet waarom ik in één keer wegging. Maar het top. Nee, wat even. Nee, dat, dat ene pistool dat was de top 5. De Heavy Zwaard en Bijlen waren de vierde. Nu gaan we naar de derde. Het derde is dus... Oh, even terug. Wat wilde ik ook weer zeggen? Wat was het ook weer? Oh ja, ik weet het al. Alright. Sorry, ik was even verward met de tweede en de derde. Maar dat is de... deze. De pijl. De pijl is gewoon echt gewoon handig. De kruisboog is gewoon... Ja, ik weet niet... Je moet ook heel lang die laden, het is wel iets meer damage, maar de pijp is gewoon, het is gewoon handig. Je hebt heel veel ammo en het is gewoon best wel sterk. Who wants to fight me, you? Ja, ik vind hem daarom ook gewoon, ja. Het is gewoon heel sterk. En ja, daarom is deze dus ook, daarom is deze denk ik ook gewoon goed. Ja, deze is gewoon, ja, het is gewoon goed. En
En dan hebben wij op nummer 2 staan. Waar stond het ook weer? Kijk, oh ja, Pirate Captain. Met het slechtste wapen in de game heeft hij ook de 2 naar beste. Want kijk, als je gewoon met deze. Ja, het is ook al. Het is een blunderbus. Kijk wat het doet. BAM! Oh, ja, sorry, dat was een beetje een slechte schot. Maar als je gewoon in jouw rode ding zit en zit ook gewoon erbij, dan ja. BAM! Waarom lukt je dat dan niet? Wacht even, andere. Misschien is het gewoon een van de rare bug dat nu bij dat popje verder te pikken en volgens wat voor hoek was dat? Dachten jullie dat ook? Zoals je kunt zien dat en het vernietigt gewoon meteen, dit explodeert. En ik weet niet, ik vind het gewoon heel grappig. Maar ja, het beste wapen in de game is van de Skirmish Pirate. Ja, de piraten zijn gewoon best wel sterk. That's a me, ja. Bok. Maar ja, het beste wapen is dus gewoon, ja, dit ding. Ik kan het niet zien, maar het is die grote bom. En het is gewoon, wat de hoek is hier gebeurd. Het is gewoon heel erg sterk. Bijvoorbeeld, Quick Add Bot. Dan staat die grote vent daar met zijn dikke life. BAM! En ja. BOOM! En ja, wat het mooie aan het wapen is. Ik kan het niet meer herladen. Ik ben het nu kwijt. Maar ja. Wat het mooie aan het wapen is ook gewoon. Ja, het is gewoon super sterk. En het kan meerdere mensen tegelijk exploderen. Eigenlijk iedereen die in het. In de plek zit. Hiervan wordt dan gewoon meteen. Kapot gemaakt, dat ga ik ook even laten zien, want remove all bots en dan gaan we even snel het Pacific bot, het meest armoedige ding ooit, de Heavy Knight. We gaan even dit doen om gewoon meteen te kunnen showen. Ja, dan heb je dus die Heavy Knight en die is gewoon heel erg sterk. Het is gewoon heel sterk, heel big brain knight. Als ik die ding naar zijn kop gooi, dan ja, het is gewoon, oh. Ja, zie je, want ja, natuurlijk. Ik dacht dat hij helemaal kapot ging, maar hij stond ook al verder. Maar je ziet gewoon. Ja, het is niet. Nee, het is ook heel erg sterk. Dit kan voor mij niet het sterkste poppetje wat de Heavy Knight is bestaan. Maar ja, het kan gewoon hele grote groepen gewoon in één keer. En wat ook fijn is je team. Dus als ik die bom explodeer. Ik kan mezelf wel dood gaan als ik het er dichtbij staat. Maar zo'n andere piraat, dus mijn teamgenoten, piraten. Als ze hierin komen, kunnen die niet worden geraakt. Piraat in de game. En ja, ik hoop dat jullie.